Ik weet dat er mensen zijn, genre Elon Musk en Hawking en anderen, die denken dat artificiële intelligentie nu moet beteugeld worden, omdat het een gigantische bedreiging zou kunnen zijn voor de mensheid. En ik onderschrijf dat ten dele, niet zozeer vanuit het standpunt, hoewel het zou kunnen, dat robots de macht overnemen, slimmer worden dan wij en de mens zelfs als een bedreiging zien voor de planeet en ons zouden uitroeien, wat sommige onheilsprofeten denken. Het zou kunnen, maar ik denk dat de bedreiging veel praktischer is, dat wij artificiële intelligentie in een versneld tempo invoeren in onze maatschappij en de impact op hoe wij functioneren, hoe wij werken, hoe wij de realiteit zien, dat dat zo snel verandert, dat de werkstelling zo snel daarvan zal, of daardoor zal geïmpacteerd worden, dat wij dat vandaag nog niet kunnen beheersen en dat gewoon de impact op de markteconomie, op het maatschappelijk evenwicht zou dreigen verstoord te worden. Misschien binnen 50 jaar dat er een soort superintelligentie is die ons controleert en waar we op de knieën moeten voor gaan zitten, maar ik denk dat de kans reëler is dat wij binnen 20 jaar een groot issue hebben op vlak van tewerkstellingen, werkzekerheid en dergelijke meer en dat we daar vooral nu moeten over nadenken als we verder experimenteren met artificiële intelligentie en met automatie. Zowel in België als daarbuiten zijn er bedrijven die helemaal klaar zijn voor digitale transformatie, als bedrijven die er helemaal niet klaar voor zijn. Ik denk niet dat België echt voorop of achterop loopt. Je hebt natuurlijk wel in andere landen grote spelers met veel middelen die, als ze dan beslissen om te investeren in digitale innovatie, daar ook meer middelen kunnen tegenaan gooien. Ik denk niet dat België het kneusje is en dat er anderen zijn die de leider zijn. Het gaat veel meer over sectoren. Er zijn sectoren zoals de financiële wereld en retail die vandaag heel sterk door transformatie gaan. Maar zowel bij ons als in het buitenland. En er zijn andere sectoren waar het waarschijnlijk pas later komt, of sectoren zoals de media waar het al gebeurd is. Het is niet zozeer landgebonden, het is meer sectorgebonden en ook de individuele inzichten per bedrijf en waarschijnlijk ook naar het leadership van de bedrijven toe. Ik denk dat er een heel reële kans is dat robots, maar robots, dat gaat dan niet over machines die je kan zien en die bewegen, dat gaat over processen en algoritmes en veel meer computerprogramma's die misschien een machine hebben die we kunnen zien, maar het gaat meer over de intelligentie, de computer zelf. Ja, die gaan jobs overnemen. Die doen dat vandaag al. Die doen dat in heel wat sectoren. Waar het in het verleden beperkt was tot vooral blue collar, echt meer auto's die gemaakt worden door robots, zien we vandaag dat wij in een stroomversnelling komen wat betreft capaciteiten, waardoor denkberoepen, alles van serviceberoepen, boekhouders en bankiers en verzekeraars, advocaten, dat stukken van wat zij vandaag doen, wat werk is waar zij wel hersencapaciteit voor nodig hebben, maar dat dat vandaag al vervangbaar is en zeker en vast morgen en overmorgen nog veel meer vervangbaar zal zijn. Dus ja, delen van die beroepen zullen overgenomen worden. Of die beroepen daardoor zullen verdwijnen, hangt af van hoe we daar nu mee omgaan. Als we dat laten gebeuren, is de kans reëel dat bepaalde beroepscategorieën binnen 10 jaar helemaal niet meer zullen bestaan of niet in de vorm zoals we die nu kennen. Als we daar slim mee omgaan, is de kans groot dat die beroepen nog steeds bestaan en dat ze die technologie zinvol gebruiken naast de mensen. Als we kijken op vlak van digitale transformatie, dan is er vandaag geen enkele sector die niet onderhevig is aan digitale transformatie. Niet B2B of B2C, niet industrieel, niet naar consumenten toe. Alles gaat vandaag mee in die logica van digitaal, die businessmodellen en dergelijke verandert. Als dat gaat over automatisatie, als het gaat over artificiële intelligentie, geldt hetzelfde. Dan zien we dat in principe overal waar repetitieve taken zijn, overal waar bepaalde zaken zijn waar een machine het eigenlijk beter zou kunnen, ja, dat daar vandaag onderzoek naar gebeurt, dat daar eerste cases zijn, eerste reële setups zijn, waarin bedrijven van terug allerlei aard, zowel B2C als B2B, in allerlei sectoren aan het experimenteren zijn, vaak met dezelfde soorten logica en algoritmes. Dat is een heel interessante vraag. Waar eindigt de disruptie? Dat is niet voorspelbaar. Hè? De disruptie eindigt nooit, denken wij. Wij zien een model van golven. En het is onze missie ook om elk bedrijf, wat zich daartoe geroepen voelt, om die overheen de golf te brengen. En die golf te leren beheersen, te leren surfen op de nieuwe golf. Vandaag is de golf de digitale transformatie, veel meer met de impact op businessmodellen. De kanalen die veranderen, de gebruikersverwachtingen die veranderen, businessmodellen daaruit die veranderen. Dat is een eerste golf. Je kan, eens je dat gedaan hebt voor bijvoorbeeld de media of de retail, is die golf gepasseerd en zijn ze terug oké, waarschijnlijk.
Het zal nog een beetje afwachten zijn. Maar dan komt de volgende golf. En de volgende golf is de werkstelling. Robots die werk afnemen en alle bedrijven die voor de uitdaging staan, hoe kunnen we dat anticiperen? Hoe kunnen we werk borgen? Hoe kunnen we onze diensten beter maken door robots en mensen te laten samenwerken? Eens ze dat kennen, is die golf weer gepasseerd. Maar dan komt waarschijnlijk weer de volgende golf. Dus stop transformatie? Nee, nooit. Maar die golven zullen zich op een bepaald moment stabiliseren en de grootste uitdaging voor elke organisatie zal zijn om golf per golf te overleven en zich aan te passen aan de spelregels van de nieuwe golf. Moet het beste nog komen voor de grote challengers, hè, de Tesla's en dergelijke? Ik weet het niet. Ja, waarschijnlijk voor sommigen. Ik ben een grote fan van Tesla. Ik denk wat zij doen, zolang ze blijven leveren wat ze min of meer beloven en maximaal met een jaar vertraging, wat zo'n beetje hun traditie is, dan zullen zij groter worden en zij zullen een gigantische impact hebben, puur ook als bedrijf, naar waarde, waardering als bedrijf toe. Maar op zich is het niet relevant. Als Uber morgen verdwijnt, hebben zij een disruptie in gang gezet op vlak van mobiliteit die voor altijd zal blijven, ook al verdwijnt Uber. Als Tesla morgen niet de fabrikant zal zijn die de revolutie van elektrische wagens en autonome wagens leidt, is het niet relevant als zij verdwijnen, dat die overgenomen worden of zelfs failliet zouden gaan, want ze hebben een tendens in gang gezet die gevolgd wordt door alle automerken. Dus de merken die we net hebben genoemd, die bedrijven die vandaag een impact hebben, Netflix voor de muziekwereld, voor de videowereld liever, heeft heel die notie van hoe wij video en content kijken veranderd, ook al zal Netflix niet blijven bestaan. Dus hun grootste realisatie is al gebeurd. Of ze daar economisch de baat bij hebben of aandeelhouders daar gaan kunnen van profiteren, voor mij persoonlijk is dat minder relevant. Om eerlijk te zijn, ik denk van wel, voor de bedrijven die we net hebben genoemd. Als mensen nog vragen hebben of opmerkingen of in discussie willen gaan met wat ik net heb gezegd, dan kunnen ze onderaan deze pagina hun commentaar of hun vraag achterlaten en dan kunnen we daar dieper op ingaan. Poliro.be. Beleg online met inzicht.